begrepen dat het artikel van Bert Sloot van de Nieuwsblad, wat de halevieten, in feite, wees bouwen geen moskeeën, ze gaan de moskeeën toe, zegt hij. Nee, dat is niet in Mekka. Maar een verkeerde zaak, ze gebruiken iconen bij de raadsgodsdienst. Van alles, dat is niks. Maar het punt is, gereformeerde, dus met de christelijke, Joodse mensen, zeker de 90% en de islamieten, die zijn tegen iconen, zijn iconoclasten in feite. En wellicht dat bij iconen gebruik, dat daar de kern ligt voor de vrede. Kijk, Moos, let het. De Alawieten hebben volgens mij een fatwa. En de Alawieten hebben dat ooit gehad. Waar een enkele reden voor is. Omdat zij juist niet alleen geen moslims zijn, maar ze zijn eigenlijk nog veel slechter dan moslims. Wij zijn dan nog christenen. Christen dat zijn, kunnen ze zeggen, wij zijn christenhonden. Wij zijn ongelovigen voor hen. Maar dat zijn mensen die nog een beetje de schijn geven, alle weten, van moslim te zijn. En die dan eigenlijk tegen alles zijn. Want die zien, oh, die hebben nergens tegen, maar die hebben niks. Die hebben eigenlijk niks dat ook maar iets waardevols moslims is. Dus zij hebben die fatwa gekregen. Dus waardoor normaal een moslim die het hart op de goede plaats heeft, dus een hagen, zo iemand zou moeten doden. Dus dat, die zijn gehaald. Dat bij de onafhankelijkheid, de uitbouw van het leger, is door de Alawieten gebeurd. En dan hebben ze niet begrepen, oh, we hebben eigenlijk toch wel een tactische fout gemaakt. Want daar zit dan toch wel een macht. En wat heeft de vader van Assad gedaan? Dus in 80, dan hebben de Soenieten, die hebben weerbaar genomen, die zijn geïnfiltreerd en die hebben daar ergens in een recruitenschool, hebben daar 80 van die Alawieten afgemaakt. En dan heeft Hafez, de vader, die heeft daar in Hama die fameuze represaille genomen waarbij 10 of 20.000 gedood zijn. En dat is iets wat overal leeft. Iedereen, dus de gruwelen van, maar als je mensen hoort die dat hebben meegemaakt, die zeggen, zeg, dat werd wel hoog tijd, hè. Ik zeg niet dat dat goed te keuren is, maar het werd wel hoog tijd. Dus je moet de dingen ook langs twee kanten zien. Hè. En dan is inderdaad de zon die is begonnen met Le Printemps, Arabische Damas, met het verzachten overal. En hij heeft dat natuurlijk niet kunnen doorzetten, omdat de veiligheidsdiensten die waren blijkbaar bang dat dat een revolutie zou worden. En ze hebben al die mannen opgepakt en nu beginnen ze dat opnieuw. Maar de Arabische lente, dat komt niet van Syrië, dat komt van het Westen. Dat is de leugen. Je moet alles in omgekeerde zin zeggen. Dus Arabische lente, kijk, de vrienden van Syrië, dat zijn de vrienden van Syrië, een missie, hoe noemen ze dat hier? Een humanitaire missie. Dus 150 mensen afmaken, dat is een humanitaire missie. Dus een van de regels is, je moet zorgen dat de vijand zo zwak mogelijk gemaakt wordt en dat de slachtoffers als agressors worden gezien en agressors als slachtoffers. En de christenen zijn er ook bij, hè? Dus de christenen zijn zo gezien de oorzaak, omdat zij een gewelddadig regime steunen, een gewelddadig regime kan de christenen steunen. Zeg, als we alle christenen afmaken, is dat de steun die dat je bedoelt? Is dat steun? Dus het is een complete verdraaiing van de waarheid. Divide and rule. Het gaan mensen. Ja. Maar er is dus nu is er wel een enorme hoop. Met de mensen, als de mensen allemaal bij elkaar gaan komen, ik denk dat de rust is. En wel, dat is de oplossing. De laatste keer dat wij een taxi genomen hebben, dat was met David. Dat was al een beetje op de rand. Hè. We hadden geen internet. En daarom, we gingen naar het dorpje Atien door internet en we kwamen terug. En het was goed weer. We wandelen wat, we zeggen we pakken een taxi. Maar ja, er waren zoveel taxis, ze reden allemaal door. Totdat er zo'n Awaris was. En die ging naar Kara, die stopte. En zei, we moeten naartoe, naar Kara. Jammer zegt, ik moet naar de markt van Kara. Goed, en wij, er was maar één plaats, het was zo'n klein een bakje.
Er was van achter alleen een laadbakje en wij met drieën zo op twee stoelen. Zo. Maar ja, het was dan toch maar een stukje. En toen hoorde ik dat hij van Maria Koep was. Ja, maar ik ben nooit naar Maria Koep. Zei dat we dan toch nog de kilometer, het is twee kilometer van top, maar van de markt zelf, dat dan toch nog een kilometer of vier. Zo. En hij draagt ons daar. En nu, die man, ik wilde die betalen, want die man, die, het is ook maar een kleinigheid. Want dat is een euro of anderhalve euro omgerekend, zo'n taxi. Dus, en die mannen die verdienen daar dikwijls een klein beetje geld mee. Zo. En die wilde je natuurlijk betalen. Maar die wilde niet, Hij heeft vier keer een hand gegeven. Ik denk, heeft hij nu nog niet door dat we geld afsluit genomen. Vier keer een hand gegeven. Ik wil maar zeggen, dat is niet gemaakt, dat is ook echt. En hij zei ook, alle christenen zijn mijn vrienden. Hij is moslim, maar iedereen is moslim daar. Maar de goedheid. Dat is voor mij de grootheid ook van dat volk. En dat zou wel eens kunnen, wanneer ze nu dit halen, dat een model wordt van samenleving. Niet alleen voor de Arabische wereld, maar ook voor de westerse wereld. Maar er moet nog iets gebeuren. Dat wil zeggen, het Westen, wij moeten toch nog even op de knieën zijn. Als dat zo ver verder gaat, Amerika ook. Dus wij die automatisch meten van... Ja, we hebben het NAVO-centrum hier, we moeten toch wel zien dat wij de beste leerlingen zijn. En als dat allemaal automatisch zo gaat, en dan Qatar en Saudi-Arabië en dan Turkije, met boven de grens, de noordgrens van Syrië, een massa kampen waar de Al-Qaeda-strijders zitten, hè. Dat, we moeten toch nog even dat herkennen. NAVO-strijders, NAVO-vliegtuigen liever, hebben in november 2011 Abdel Hakim, hoe heet het ook weer, de slachter van Bagdad, overgebracht naar, van Libië naar de NAVO-vliegtuigen met 700 Al-Qaeda-strijders plus een massa wapens gepikt van de depots van Libië. Dat is de bijdrage geweest van de, en dat aan hen danken wij nu al die verwoestingen en die onthoving en die kidnapping en ik weet niet wat. Dat is het beste. Dat is dankzij onze hulp. Dus daar moet toch een beetje een ontnuchting komen en zeggen, mannen, waar zijn we toch mee bezig? Gelukkig zien we dan natuurlijk Rusland, dat had vroeger niet veel te zeggen. Nu is dat een sterke natie. Ja, ja. En het Westen, zo gezegd, Amerika en zo, die zeggen wel, als er iets gebeurt, dan zijn ze verontwaardigd. De internationale gemeenschap is verontwaardigd, maar het is bluf, want het is maar de helft van de internationale gemeenschap. Want nu is het, Rusland heeft duidelijk tot heden toe iedere keer gezegd, veto Rusland, China, Brazilië, India, heel Latijns-Amerika, dus dat is ongeveer de helft van de wereldbevolking. En zij zijn consequent geweest. Rusland heeft gezegd dat de resolutie is onevenwichtig. Jullie spreekt over de wandalen van de regering, maar er zijn zoveel terroristen die bewapend worden, iedere keer opnieuw. Dus we kunnen dat niet aanvaarden. En een tweede keer, wereldnieuw. Want eigenlijk heeft Amerika en het Westen niets anders gedaan dan heel de tijd geprobeerd tot militaire interventie te komen. Dus de eerste keer is dat mislukt, de tweede keer is dat mislukt, dat ze weer hetzelfde zeggen, nee, dat is niet consequent. En dan is Hillary Clinton uit haar velken, zou ik zeggen, gesprongen van haar. En dan heeft ze gezegd dat it's awfully, het is afschuwelijk. De houding van Rusland, omdat Rusland alleen bezig is met zijn eigen belang. En wij opkomen voor de vrijheid van het Syrische volk. Maar nu, ik heb voorgesteld om daar een stripverhaal van te maken. Moet je eigenlijk stripverhaal, iemand die dat tekent, dat print en dat zegt, en dat heel internationale politiek daar zit. En die mannen, die vallen omver van lachen, die barsten uit van, die kruipen op het al van lachen, dat ze zeggen, dat is een goede man, dat is de beste man. Dus iemand die dat zo in het openbaar kan zeggen, wij komen nog voor de vrijheid van het volk, maar dat is toch wel. Dat is toch echt een mogelijk veel te spreken. Ze zouden voor de vrijheid in Amerika van het volk hier opkomen. En dan alles maar van Syrië zo zwaar mogelijk zien. Je moet eens kijken hoe dat ze in Amerika ooit mannen in elkaar slaan. Ja. Gewoon omdat die een keer protesteren. Ja. Ik hoor daar van Mario, van die mediawerkgroep, dat ze een keer hebben willen een manifestatie houden, zeker voor de vrede in Syrië, en dat ze hier niet mochten in Brussel.
Om een democratisch land, voor de vrede, je mocht het niet. Omdat het gewoon al gefixeerd is zo, want je moet volgens de mainstream denken. Nu, dat is onaanvaardbaar. Ja, boeddhisten zeggen greed, anger en stupidity. Daar zit heel veel goede dingen in. Maar, en er is nu toch wel echt een evenwicht. En dan die patriarch van Moskou. Er is juist een interview gegeven, een heel lang interview voor de Russian Today. En dat is toch een bereik van een 400 miljoen, sportige 400 miljoen. Dus, plus anderen nog. Die patriarch, orthodoxe patriarch Cyril van Moskou, die is op het einde van vorig jaar in Damascus geweest bij een van de massa-trans. Er zijn veel massa-manifestaties van 2 miljoen en meer, waar hier niks van gezegd is. En die is daarna ook bij Assad geweest. En wat hij precies gezegd heeft, weet ik ook, maar zijn dingen, gedachten, niet de woorden, maar de gedachten die mij onklaar bijgebleven is, die zegt dat hij daar gezegd heeft: ik ben hier uit solidariteit met Syrië, omdat wij van Syrië uit het evangelie van Jezus gekregen hebben, dat is Antiochië, en van daaruit is de vergeving gekomen. Als een man dat zo kan zeggen, dus dan is dat mogen zeggen, het zijn toch de Russen die nu het volk van Syrië, en toch ook wel heel bijzonder de christenen van Syrië, hebben gered of gesteund hebben. En omgekeerd, dat is iets wat ons een beetje bezig had. In heel het Midden-Oosten zijn de christenen vervolgd, verjaagd of vermoord. Mede dankzij de onverschilligheid van de christenen, van iedereen, van de christenen van het Westen. Omdat ze gezwegen hebben. Zoals wij hier zo dikwijls gehoord hebben, zo, oh ja, we weten niet wat er gaat doen. We weten niet. En je doet voort. Maar, het is wel zo dat je wel mocht weten dat Syrië, het grote Suriaan, dat is de bakermat van het christelijke geloof. En als dat nu zou lukken of gelukt hebben, dat land totaal ontwricht en dat de christenen weg zijn, en dat de christenen daar vermoord zijn, want die hebben toch geen plaats, de christenen moeten weg, dan zou ik kunnen zeggen dat op lange termijn de wortels van het christendom eigenlijk afgesneden zijn. En als de wortels afgesneden zijn, dan sterft een boom. Je moet niet denken dat wij dan hier het grote geloof gaan verkondigen, terwijl onze wortels afgesneden zijn. Dus het bewustzijn van die solidariteit, dat is enorm belangrijk. Maar ik ben blij dat er nu zulke ontwikkelingen zijn en dat er zulke hoop is, vooral in de gewone dingen. Al zal dat waarschijnlijk nog met allerlei offers gepaard gaan.